Ja, ik ben moe. Het was een heel zware wedstrijd voor ons. Ze hebben goed gevoetbald. Op middenveld zijn ze echt goed positiespel en er moet er veel lopen. Ja, dat is een goede ploeg. Vooral op het middenveld, zoals je zelf ook aangeeft. Ben je dan eigenlijk nog wel enigszins tevreden zelfs met een 2-2 gelijkspel? Of ben je er toch enigszins chagrijnig over? Ik denk we kunnen tevreden zijn met een 2-2. Ze hebben echt goed gespeeld, een paar kansen gespeeld. Dus het was belangrijk dat wij nog scoren. Vooraf zeg je van 2-2, dan heb je een goede uitgangspositie. Die hebben we nu natuurlijk nog. Als je de wedstrijd gezien hebt, je komt twee keer op voorsprong. Je hebt de wedstrijd volledig onder controle. Je creëert toch de meeste en de beste kansen. Dan had er vandaag voor ons nog meer in gezeten. Ja, je moet gewoon blij zijn dat je gewoon gelijk hebt gespeeld. Dus ik denk dat het een hele kansrijke positie nog wel is. Al lijkt het misschien niet zo, maar goed. Je moet waarschijnlijk winnen, ja, hè? De kans is groot. Ja, je weet dat je moet scoren daar. En daar zijn we toe in staat. En daar hebben we ook alle vertrouwen in. Ik in ieder geval wel. En ik denk de rest van het team ook. En we gaan er weer even oplappen. En zondag gaan we er gewoon weer tegenaan. En dan gaan we zien waar het schip strandt. Maar ik heb er wel een goed gevoel over. En ik denk wel dat we kansen hebben. Maar wij hebben natuurlijk wel jongens die voorin een goal kunnen maken. Dat hebben we in de Kuip bewezen, tweemaal. Dat hebben we vandaag weer bewezen. Nou, we moeten gewoon zorgen dat we het goed voor elkaar hebben. We zijn niet kansloos en we gaan onze huid duur verkopen, zeggen ze dan, hè?